opjammelen. Een patatje, burger of milkshake. De keuze is reuze in de winkelstraat. En McDonald's heeft tegenwoordig flink wat concurrentie. Toch blijft het bedrijf erg populair. Psycholoog Patrick Wessels legt uit hoe dat komt. Nou, ik denk dat McDonald's de eerste grote keten in Nederland was die dit deed. We zijn eraan gewend geraakt. En zolang het goed is, is het goed. Dan willen we niet zo graag veranderen naar iets anders. Mensen zijn gewoontedieren. Ja, mensen zijn enorme gewoontedieren. We houden ervan van om niet te veel risico te nemen, niet te moeilijk te doen. We zijn best wel saai als mensen eigenlijk. We vinden het heel prettig om terug te gaan, want we weten wat we krijgen. In 1971 opende McDonald's zijn eerste fastfoodrestaurant in Nederland. Op het menu toen burgers, maar ook appelmoes en erwtensoep. Ja, die laatste twee zijn nu niet meer te krijgen. Happy Meals wel, daar worden er elk jaar 12 miljoen van verkocht. Het meest populaire Mac-product, dat zijn de frietjes. Ja, ik denk dat het frietje van McDonald's inderdaad het meest bekend is en ook het meest populair. En dat zorgt ook eigenlijk voor dat je graag terug wil gaan naar wat je gewend bent. Omdat het dan gewoon weinig risico is. Je weet dat het frietje goed is, je weet hoe het frietje smaakt en daardoor heb je daar al zin in voordat je er bent. Je weet dus precies wat je krijgt. Maar is dat echt zo? We nemen de proef op de som en laten kinderen 3 verschillende frietjes proeven. Geblinddoek natuurlijk. Ja, volgens mij zijn deze van de Mac, want deze zijn best wel dun. Ik vond deze wat dikkerder dan de vorige. Deze is het niet. Die zijn dik en slap. Maar wel lekker. Alleen niet de McDonald's frietjes, want die zijn nog steeds dunner. Deze is ook veel te dik. De aardappel en iets minder zout dan de andere frietjes. Dus ik denk dat dit frietjes van de McDonald's zijn. Dit is McDonald's. Mm-hmm. Ja, allemaal pikken ze die van de Mac eruit. Het derde frietje. Maar heeft hij ook de beste smaak? Welk vond je het lekkerst? De eerste. Ik denk de tweede wel. Ik hou wel van zout friet en dat was deze wel. Tja, dik, dun, zout of niet zout, friet is niet heel gezond. En omdat steeds meer mensen daarop letten, zal McDonald's de volgende 50 jaar misschien toch moeten veranderen. Ze hebben nu volgens mij ook wel salade en zo en dat kan je dan gewoon halen en dat is wel goed, denk ik. En volgens mij hebben ze nu ook vegan kip, dus dat is ook wel goed. McDonald's heeft wel een soort van uitdaging dat ofwel ze gaan voor het ongezonde en dat betekent dat het best wel een keertje kan, maar niet te vaak. Of ze gaan toch proberen om het nog gezonder te maken, waardoor je wat vaker kunt komen. Ik denk dat dat een belangrijke keuze wordt voor McDonald's. Dat gaat wel bepalen of ze succesvol blijven of niet.